wat ik zag was dat de beelden overwoekerd waren met klimop. Ze zagen er niet meer uit. Jezus, Maria en Jozef zouden bijna bij het Oud Vuil zijn beland. Maar de levensgrote antieke kerststal in Ewijk heeft voor veel inwoners zoveel emotionele waarde dat ze de handen ineen hebben geslagen om ervoor te zorgen dat het kersttafereel nog jaren te zien is. Ze stonden verloren weg te kwijnen in de tuin bij de kerk. Afgedankt. Daar schrokken wij ook van. Wat ik zag was dat de beelden overwoekerd waren met klimop. Ze zagen er niet meer uit. Mannen als Theo en Ton uit Ewijk wilden de 100 jaar oude beeldengroep redden van de ondergang. En daar hebben Theo en ik een jaar gewerkt om de beelden op te knappen. Al is het dan natuurlijk nog altijd spannend of je wel zult slagen. Ik had er echt wel mijn bedenkingen bij hoor, want ze waren echt slecht. Toch maar een reddingspoging, want ontelbare inwoners van Ewijk zijn opgegroeid met deze kerststal. Ik kende die beelden en ik kende de kerststal van toen ik nog een kind was. Het waren voor mij machtige beelden, zeker omdat je nog kind bent en tegenop kijkt tegen die beelden. Helaas was het Ewijks cultuurgoed er bizar slecht aan toe. Bijvoorbeeld de benen van de herder. Omgeknakt, die slagen eraf. Deze arm lag er helemaal af. Dus de hand was eraf. Deze schapen hier, die was meer dan de helft van de achterkant was er vanaf. Hier hebben we een nieuw hoofd op moeten zetten. De hoofd was helemaal weg. Ze stonden eigenlijk klaar om de container in te gaan. En ik vond het verschrikkelijk. Dat kan niet. Het is een stukje, ja, uiks, zeggen wij op zijn dialect.